Minister Hennis heeft vandaag een bijzonder besluit genomen. Vrouwen mogen nu ook bij het Korps Mariniers. Dat is bijzonder, dat mocht voorheen nog niet. En dit is wat de minister daar vandaag naar de ministerraad over zei. Omdat ik het anno 2016 heel eerlijk gezegd niet meer van deze tijd vind om op voorhand delen van de krijgsmacht uit te sluiten voor bijvoorbeeld de vrouw, is ook helemaal niet nodig. We hebben eisen en je moet aan die eisen voldoen. En als je daaraan voldoet, dan ben je van harte welkom. Kunnen vrouwen dat wel? Weet u, daarover verschillen nogal de verhalen. De een die zegt hou op, de ander zegt eindelijk. Het is ook een beetje een principebesluit. Anno 2016 hoef je dat onderscheid niet meer te maken. Het gaat om de gestelde eisen en ieder die dat haalt, die is van harte welkom. Wat ik wel heel nadrukkelijk heb gezegd is, we gaan niet tornen aan de eisen die gesteld zijn. Want niet voor niets worden er bijzondere specifieke en ook hoge eisen aan het Korps Mariniers gesteld. Net zoals het geldt voor het Korps Commandotroepen bijvoorbeeld.